Ik heb dit mee, want ik ga kijken of ik een online proefje kan opnemen in de L1. Mooie laarzen. Het galop rechts aanspringen. XC, halve grote volter rechts. Arbeidsgalop rechts aanspringen. MF, enkele sprongen verruimen. Oh, kijk die kleine spraak. Hallo en welkom bij een nieuwe video. Ik heb dit mee, want ik ga kijken of ik een online proefje kan opnemen in de L1. Proef 23 is dat dan, want we gaan dan... Dan moet ik hem in april insturen. Ik heb het shirt aan. Maar ja, in principe hoeft niet per se dat allemaal aan. Maar ik dacht wel gewoon even netjes en zo. Maar dat ga ik doen. Want ik wil een beetje weten hoe we ervoor staan. Want in mei beginnen proeven 22 en 23. Dus dan heb ik een beetje een idee. Wat we moeten oefenen en zo over die periode. En proef 22 is dan een selectieproef. Dus ik wil die vandaag allebei even een keertje rijden, 22 en 23. En als het dan goed gaat, dan neem ik 23 ook eventjes op. Want dan kan ik even de puntjes kijken en zo. Dus dat. Dus ik heb wel een mooie outfit aan, maar we kunnen het ook niet opnemen. Want ik denk, nou, dat is niet nodig zonder wat geld. Want ja, ik hoef sowieso niet echt punten te sparen, zeg maar. Want ik zou technisch gezien gewoon een andere klasse kunnen starten, zeg maar. Omdat ik genoeg punten heb zelf, zeg maar. Omdat ik 2 paarden net heb gereden, dan mag je gewoon... een klasse starten, zeg maar. Maar ja, ik wil gewoon wel met Panio proberen zo goed mogelijk te rijden. En de 5,5 is er nog uit te vissen. De 1,5 voor halt houden hadden we dat volgens mij. En voor het rechterbeen wijken 5,5. En voor het linkerbeen 7,5. Want die zet ik steeds net niet helemaal goed in. Omdat hij die kant lastiger vindt. Dus kijken of we dat een beetje kunnen verbeteren. Voor het rechterbeen wijken. En ja, ik dacht ik neem jullie gewoon mee naar stal. En ik moet ook nog manegelessen geven 's avonds. En 's middags nog een privéles bij mijn eigen stal. En ik kijk zelf altijd echt super graag van die vlogs die echt mega lang duren. Die heb ik zelf nog niet echt gemaakt. Maar ik dacht ik kan hem nu al even een keer langer aan maken. Kijken wat jullie ervan vinden. En dan laat me vooral weten wat je voorkeur heeft. Dan maak ik nu een keer een langere. Met lekker verzorgen en alles erop en eraan. Dus ja, we gaan nu naar stal rijden. Nou, als je in de benen dat doet, dan is het nog slim of zo. Dat je nog een punt gaat krijgen, weet je wel. Ja. Dus dan zou ik het zeker doen. Maar nu denk ik, ja. Ik word toch niet even uit. Hallo. Hallo? Maar wilde je die zaterdag doen of ben je ook raak? Nee, dat komt goed. Ja? Als het niet hoeft per se. Ik zat nog te dutten. Dat hij zelf open, dat hij zo... Ja. Nou! Heeft hij last? Ja, van het weekend. Echt waar? 1 dag. Wat verdomme. Beetje lomp af en toe hoor. Ja. Maar we zien hem ook zo vaak zelf zijn hoofd gewoon stoten. Dat is bij zijn. Dus ik heb er vermoeden dat hij het zichzelf aangedaan heeft. Zijn pannenkoek. Het wordt gewoon belachelijk gemaakt. Nee. Oh shit. Oh nee. Spannend. Maar dan wordt het toch tijd voor de echte Swarovski verwondering wisselen. Stanny ook wel blij met me. We houden nog een maandje voor Wenny. Ja, dat is. Ja. We kunnen wachten, kijk eens een paspoort. Ik kan je geven. Oh, daar heb je het. Wacht, ik moet even openen. Volgens mij was hij er in mei. Oh, is er nog ingezoomd? Wanneer word jij officieel 4, jongen? 22 mei. Oh. Nog een hele maand tussen jullie. Oh, snuif. Ja. Hij staat er wel schattig bij. Hm? Hij staat er wel heel lief bij. Ja, lief hè? Je wacht hè? Ik dacht dat ik als het kort zit, dat ik meer heb. Nee. Schattig. Zwembondjes?
Ik dacht, waar de fuck heb je het over? Ben lief bij! Papa, één lap. Oeh, lopend filmen. Mama! Mama! Ja, hallo. Waar is je kind? Waar is die? Oh, daar is kind. Oh, met een halstertje. Heeft hij een halster aan? Oh my god. Ja, heb je goed gedaan, hè? Oh, zo schattig. Oh, ja. Ze is trots. Ja. Toem, 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 toem. Mooie laarzen. Oké, jullie gaan nu kijken naar de beelden van de training van afgelopen donderdag, 18 april. Want ik wilde voor het eerst de proeven oefenen 22-23. En als het eventueel een beetje goed ging, proef 23 opnemen. Vooral omdat ik in de L1 proef 23-24 toen 3 weken lang had geoefend. En toen had ik 203,5 en 204 punten. Toen dacht ik, dat moet ik ook doen met proef 22 en 23. Want de eerste keer gaat het natuurlijk nooit zo goed als dat je dat 3 weken oefent. En ik wil echt heel graag kijken of ik de regio's kan rijden. Dus ja, dan moeten we echt heel goed gaan oefenen. En in de... Dus 22-23, dan moet je ook bij een van die proeven doorgalopperen. En verruimen. Dat is natuurlijk heel lastig met een jong paard. Want hij wil heel graag zijn rechter achterbeen buiten de massa zetten. Dus we moeten een beetje schoon voor rijden en zo. Dat is een beetje aan het oefenen. Nou ja, dat doet hij best braaf. Mag natuurlijk allemaal wat meer. Ik heb wel proef 23 uiteindelijk ingestuurd. Maar dat wijken ging echt helemaal niet zo goed. Ik merkte dat ik dan echt stop met rijden. Maar ik denk ook, ik wil er niet te veel aan zitten, zodat de aanleiding helemaal stil blijft. Maar vervolgens gaat hij wel over de benen, zeg maar, wijken. Maar dan ging hij niet. Ging helemaal zo onrustig met zijn hoofd en zo. Miste hij een beetje lengtebuiging. Maar ja, ik dacht echt, boeien. Ik moet toch kilometers maken met hem. Geen probleem. Ik weet wel dat hij het heel goed kan. Alleen ik moet hem nog blijven rijden dan, zeg maar. Dus hier ging ik even lekker rechtsom galopperen. En ja, hier gingen we de proef opnemen. Ik heb hem gewoon 1 keertje gereden. Ik dacht, prima. Dan weet ik gewoon wat ik moet gaan trainen de komende periode. En zo is het natuurlijk ook gewoon. Hier maken we altijd nog even lekker een extra voltetje. En dan komen we AXC binnen. Dat is wel een uitdaging. Want ik ben met hem natuurlijk ook aan het oefenen dat hij opzij gaat van mijn binnenbeen. Maar ook dus dat hij rechtdoor gaat. Dat is wel een kunst. Dus dat viel me allemaal wel mee. Heel even tegen de hand. Dan rijdt hij op zich keurig rechtdoor. En dan moeten we... Van de hand veranderen, een beetje pas verruimen. Daar was ik een beetje voorzichtig. Wat had wel iets meer gekund. Maar ja, hij moet toch allemaal dingen leren. Dus het gaat gewoon om dat hij die lijnen leert kennen. Wat hij moet doen en zo. Dus prima. Nou, hier ging hij wel een beetje tegen mijn hand met dat wijken volgens mij. Ja, dat is gewoon zonde. En dan gaat hij ook heel even zijn achterhand voor. Maar daarna over de benen doet hij echt super goed. In de tweede helft hier was prima. Dus hij kreeg dus linksom, kreeg hij dat wel een 7 van 8. Nu zal het iets lager zijn, denk ik, omdat hij tegen mijn hand komt. Maar dat zal ik jullie wel vertellen als ik die punten binnen heb. Dan ging ik voor het eerst zo dat x links 10 meter, x rechts 10 meter. Toen dacht ik echt, oh wacht, dit moet ik echt even met hem oefenen. Want je hebt toch iets langer stuurtijd nodig, zeg maar. Want kijk, ja, ik kan hem ook een beetje kwijt in de aanleuning. En dan naar rechts ga ik hem wel een beetje te ver door naar die kant. Dus dat was wel grappig, dat je ziet als je dat nooit rijdt met een paard. Dat die paard echt denkt, wat de hel gaan we doen. Maar het viel me mee. Het was misschien een sessie of zo, ik weet niet. Maar gaan we hem meemaken. Nou, en nu wijken voor het rechterbeen. Eerst deed ik hem al te lang rechtdoor rijden. Dus toen ging ik trainen dat ik hem iets eerder inzet. En nu zet ik hem te vroeg in. En hij valt dus helemaal over mijn linkerkant weg. Wordt onrustig in mijn hand. Dus dit was interessant. Dus dat is sowieso een 4 of zo. Maar ja, dan weten we dat. Daarom wilde ik het filmen en gewoon doen. Want dan heb ik mooier de tijd om dat te oefenen. Naar de overgangen terugrijden, daar is hij super goed in. Dan blijft hij altijd heel mooi in de aanleiding en zo. Dus dat is echt fantastisch. Stap verruimen kan hij heel goed. Hè? Hij kan echt mooi 1, 2 voeten overzetten. Dus dat is wel een van zijn sterke kanten. Zolang hij maar niet gaat garnalen. dus ja, het is wel echt voor mij om te kijken van... Hoe reageert hij op de oefeningen? Waar moet ik trainen? Waar niet? Dus het was niet voor mij dat ik nu teleurgesteld was dat het niet allemaal fantastico ging. Helemaal niet. Ik weet nu gewoon van, oh ja, dat moet ik dan even oefenen. En dan ben ik alleen maar scherper. Nou, AX volgt links, XA volgt rechts en dan aangelopen. Dat was echt heel mooi, heel soepel allemaal.
Er zitten echt hele mooie stukken tussen. En die andere gaan we eruit poetsen. En dan is dus hier volgens mij rechtdoor galopperen. Nou, dan mag je wel wat meer. Maar ik wilde vooral dat hij dus niet van de hoefslag afging met zijn rechterachterbeen. Dus ik heb liever dat ik dat train dan dat ik hem knijthard rechtdoor galoppeert en dat het helemaal geen zin heeft. Op de diagonaal terug naar draf. Dat is hij ook echt heel mooi. Dus ik kan me de tijd met Charlie nog herinneren dat het echt niet vloeiend was altijd. Dus ja, ze heeft een paar goede dingen. Nou, aangalopperen vond de linksom. Ook echt keurig. Heeft echt een mooie grote draf hier en zo. Ik denk wel dat het een winstpuntje is, maar het zal niet 200 punten zijn. Ik denk dat ik wel dus 180, 185 of zo. Misschien iets hoger. Maar zoiets. Dus we moeten wel echt hoger, maar daarom wilde ik het eventjes doen. Dan krijgen we daar routine in, hier ook rechtdoor. Hier deed hij wel echt wel meer, dus dat is top. Hier ging hij wel iets meer vertrekken. Overgang eraf was volgens mij ook prima. De overgang terug kan hij altijd echt heel fijn, want hij blijft mooi in de hand en zacht. Hij komt heel goed terug op mijn zit, dus dan hoef ik niet in zijn mond te zitten. Dus echt heel fijn. Hals trekken. Oké, ja, dat trainen we nog, want dan kan we naar beneden. Maar hij klapt heel snel dubbel, want hij is echt zo zacht in zijn mond. Dus dat zal misschien een 5,5 of een 6 zijn. Als het een beetje mildersuur is. Maar het kan ook een 4 zijn als hij... Dat ze hem te onrustig vinden in zijn hand. Nou, dan daarna stappen. Dat begint hij inmiddels te begrijpen. Dus hij gaat hij soms iets te vroeg stappen. Maar dit was prima. En het halt houden moeten we ook nog echt oefenen. Dus ondanks dat het een online proef was, maakt het mij niet uit. Ik corrigeer hem gewoon. Want hij stond soort van heel funny. Moet je maar opletten. Kijk, ze corrigeer hem gewoon even. En dan heeft hij goed gedaan. En toen hebben we nog proef 22 gedaan. Want mei, juni, juli is het proef 22 voor de selecties. Dus die moeten we ook gaan oefenen. Dat was niet voor het online opnemen, maar wel voor mij. Zodat ik het keer kon zien, kon rijden, kon voelen en online, zeg maar, kon terugkijken op de video. Ja, zodat ik een beetje kon zien wat we moesten oefenen. Zo, nou, het rechtdoor rijden gaat best wel prima. Daar wordt hij steeds beter in. Dat was de eerste keer al echt slinger. Dat viel nu gelukkig wel mee. E af en de B rechterhand. Dat vindt hij ook echt super makkelijk. Dat is top. Buigen links, buigen rechts. Geen probleem. Vorige keer hadden we volgens mij ook al 7 van 8 voor in de proeven bij Manege de Eenhoorn. Dan wijken. Nee, grapje. Dat is niet waar. Oh, dan het draf verruimen. Ja. Oh, gebroken lijn. Joh, zo zie je. Ik ken deze proef nog niet. Gebroken lijnen waren ook heel goed bij hem. Dan moet ik vooral opletten dat hij niet te lang wordt. Want ik rij hem zelf soms net met een fractie te lange teugel. Omdat als ik hem korter grijp, dan komt hij net terug in tempo. Of dan komt hij een beetje tegen mijn hand. Dus dan moet ik wel gaan oefenen. Oh, hier draf verruimen. Hier doet hij het wel meer dan de vorige keer. Ik kan het iets zo hoog. Maar dit is wel prima. Dan is nu wijken, denk ik. Ja. Oké. Hier was het gewoon trainen. Dus ik dacht, hup, hij moet naar voren blijven. Naar voren en opzij. Naar voren en opzij. Naar voren en opzij. Ja, maar je ziet, hij moet dit gewoon net even allemaal wat constanter en wat beter. Weer eraf verruimen volgens mij. Ja, hier doet hij tenminste wat. Kijk, die pootjes. Hij gaat wel echt kunnen uitstrekken straks, denk ik, als hij heel veel kracht heeft. Maar dan moeten we letterlijk oefenen. En hier ging hij gewoon niet opzij voor mijn rechterbeen. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Dus ik zo, hallo, gaat er dus opzij. Dus toen dacht ik, hup, even halperen. En nog een keer was toch op de oefenen. Ja, toen ging het volgens mij de tweede keer wel wat beter. Maar hij moet dus vooral echt wat vlotter blijven. En daarom komt hij dan ook tegen mijn hand. Toen hij gewoon achter mijn been hangt. En hij moet links nog wat meer opvangen. Maar ik was blij dat in ieder geval voor mijn rechterbeen nu wat opzij ging. Ja, tweede half was goed. Dus dat is. Dat trainen moeten we even trainen deze weken. Oh, en ik zo braaf tussen mijn proefje door. Maar je bent toch aan het oefenen. En dan stap verruimen. Nou, kijk de rest maar lekker zelf, maar je snapt het. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. FXH, van hand veranderen, daarbij paard de hals laten strekken. FXH, van hand veranderen, hals laten strekken. Tussen HCM, teugels op maat. Tussen H, C, M, teugels op maat maken. M, X, dat is dan toch, hè? Wat? M, X, F, gebroken lijn. Ja, heel goed, dank je. Tussen A en K,
Arbeid, ga op rechts aanspringen. Nu ga op rechts. EBE, grote volte. Tussen B en E, enkele passen verruimen. Tussen B en E, enkele passen verruimen. Tussen H en C, overgang arbeidsdraf. Tussen H en C, overgang arbeidsdraf. B, E, door een S van hand veranderen. B, E, door een S van hand veranderen. Tussen K en A, arbeidsgal op links aanspringen. Tussen K en A, arbeidsgal op links aanspringen. B, E, B, grote volte. Tussen E en B, enkele passen verruimen. B, E, B, grote volte. Tussen B en E, enkele passen verruimen. Tussen C en H, overgang arbeidsdraf. Tussen C en H, overgang arbeidsdraf. Oeh. E, X, halve volte, halve baan. Daarna arbeidsstap. E, X, halve volte, halve baan. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Oké, ga jij meenemen? Ja. Oké. Okay. Of to the wij. Joep, joep. Dan zal ik op de terugweg even Cupido in de paddock zetten. Eerst. Ja, maar het is niet echt onderweg, toch? Het is niet echt onderweg, toch? Nou, Panio moet naar de wei. Oh, zo, sorry, ja. En Cupido mag naar de paddock. Ik moet zo denken aan de paddock. Oh, ja, ja, nee. Anders was het er onderweg geweest, ja. Maar je doet geen beschermingsmiddel om te rijden. Nee, dat is helemaal klaar. Okay. Hij is een stukje voorzichtiger geworden. Met zijn pigmentvlekje. Ja. Echt schattig. Ik ga even voor je lopen. Het is schattig. Panini, kom! Kom, Panini! Oh, nou is hij wild. Heb je een nieuwe Liffy? Ja, echt hoor dat net. Ja, dat is ook goed toch? Dat is grappig. Zo, glimt mooi. Wauw. Ja, ik heb een boom in mijn wei, hè? 10 wilgen zijn er. 10? Ja. Ik weet niet precies wat de reden. Er gaan natuurlijk verschillende redenen rond. Nummer 10. We gaan even doorlopen, Liffy. Ja. Maar het is dus wel om... ja. Ik begreep wel iets met dierenwelzijn te maken. Ja, maar volgens mij, als ik het goed zeg, was het ook vanwege bescherming van regen, schaduw, dat soort dingen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Het kan ook iets anders zijn, maar... Los van dat ze wilgen ook natuurlijk super lekker vinden. Ja, want het is heel goed voor ze. Want als ze pijn hebben, dan kan het wilgen pakken. Kan dat verminderen zijn van de steken. Is dat? Ja, dat is. Oh, wauw. Daarom geef je vaak paarden met vuurpijn. Wilgen. Of die ontstekingen. Mm-hmm. Pijnen. Dan geef je vaak wilgen pakken. Oké. Okay. Heel gezond te zijn. En echt
Oké. Ja, nou ja, ze hebben er nu in ieder geval 10. En dan, ik denk wel dat het plan dan is, als ik de rest van de weilanden zie, dat die ook een keer moeten dan. Maar misschien dat ze het eerst gaan testen of zo. Maar ik heb wel mazzel, ja. En dan hoopt Panini natuurlijk dat er ooit eentje naar beneden valt, zo'n takje. Ja, nou, ze hebben hem wel goed afgezet hoor. Dus hij moet eerst een beetje groeien, die boom. En als de boom dan stevig is, dan kan hij daar misschien wel bij. Gewoon open doen. Maar wel erin lopen. Ja. Hallo. Ja, ik denk dat hij hier al mag staan. Kom. Laat ze halsen maar op. Echt, ik heb het natste land van heel Wellekers, denk ik. Hier kon je eens schaatsen, hè, afgelopen winter. Nou, ik heb nog één keer dat ik helemaal in de daddy was. Ja, en dat is een boompje. Daar ligt echt geen water. Nee, echt letterlijk alleen deze heeft dat. En daar zal niks. Nu wel mesten. Mesten? De beste. Niet gedaan. Nee, geen zin in. Wanneer ga je afzetten met touwen dan? Ik heb het vorig jaar wel gedaan, maar ik moet eerlijk zeggen. Want anders staat die straks op een koude maand in april. Januari. Ja, maar ook al deed ik elke maand dan wisselen of zo, het is gewoon niet op, het is gewoon te kort voor een paard. Ja, zoveel uren per dag. Dus. Ja, en of het dan echt hard groeit. Het is tering klein. Toen waar Charlie ooit stond, dat was 2 hectare of zo, voor 4 paarden. Zou ze eigenlijk op zijn minst allebei. Minstens allebei, en dan kan je ze nog de helft. Ja, want dit helft-half is echt onzin. Zet ze hier paar op. En dan zegt iedereen, ja, dan moet je voorzichtig doen. En nu gaat 2 uur per dag. En dan denk ik, 2 uur per dag puur voor dat gras. En dan staat je paar per 2 per dag bij. Ja, ik vind dat echt. Ja, dan moet je meerdere landen hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat. Ja. Oh my god, er is dus een baby op stal en ik wil hem hebben. Umbriel, hè? Umbriel, en dit is de mama. En mama is heel trots. Kijk. Vrijdag geboren, hè? Vrijdag geboren ben jij. Wauw, dit is zo schattig. Ik wil je even filmen, dit is echt heel cute. Oh, fake on the fire. Oh, eerst even net met mama gekriebeld. Hele trotse mama. Kijk. Kijk die kleine spruit. Het is ook met je staartje. Kleine spruit. Ja, het is net een blij hond. Net een blij hond zo kwispelen. Echt scheten. Te poepig. Zo, ik even het raam dicht gaan. Dus ik heb hier toch vlek zitten. Ik moet echt een nieuwe telefoon. Ik heb nu een half uur om te eten. Ik had nog lasagne gemaakt van gisteren. Echt een zoete aardappel en spinazie en pesto en zo. Echt super lekker. En vega gehakt. Maar ja, in ieder geval, ik had net nog even 1 les gegeven. Ze was de lesklant. Echt een super leuke pony is dat. En zij gingen echt van, nou ja. Toen ik in de les had, de eerste keer weigerde de pony met gewoon balkjes en kleine kruisjes. En nu hebben we geïnvesteerd in veel vertrouwen, balkjes, lessen, kleine sprongetjes. En het pony stopt dus echt nooit meer tot nu toe. Dus dat is echt heel leuk. En elke keer gewoon heel klein en zodat de ruiter over de Amazone ook goed leert te zitten en zo en mooi sturen. En nu het is gewoon een cadeautje, want nou ging voor het eerst zeg maar haar B-hoogte springen voor die pony. En dat sprong hij. En dat was echt fantastisch. En zonder weigeringen en zo. Dus dat is echt precies waarom ik dus les geef. Ik vind dat echt zo leuk. En zo zijn er nog meerdere combinaties waarbij dat gebeurt. En dat is echt, echt heel leuk. Dus ja. Nu ben ik onderweg naar huis.
Gelukkig is het niet zo heel erg. En dan stop ik even die lasagne in de magnetron. En dan heb ik eten en dan moet ik snel door. Want ik geef van 6:30 tot 7 privéles op de manege nog. En dan nog 3 uur een groepslessen. Maar ik weet nooit zo goed of je daar mag filmen en zo. Maar I don't know. Nou, ik zie jullie straks in ieder geval vast nog wel. En ik heb inderdaad niet meer gefilmd wegens privacy. Dus dit was het einde van de video. Doeg!